Nou, we zijn nu op zoek bij Nebiel. Chibi! Hey, Vonneke. Ja? Je mag alleen dit stukje van mijn hoofd filmen. 3, 2, 1. Ik ben Dora van de buurt en jij bent nep. Mijn ass is zo groot, ik maak iedereen gek, dus hou je bek. Ik ben freaky, zo. Ik breek niet. We zijn bij Oompie Daf. Echt een dierenvriend, hè? Ah! Yo, dit is echt next level scherp, man. Wow. Hé, nee, laat maar. Ga maar weer naar papa toe, hoor. Hier, doe me op de kussen. Ga maar hierop. Ja, wat zich vastpakken, kom. Kom. Chibi is een vrouwtje, hè? Echt? Ik zag al, waar zijn zijn ballen? Die heeft hij niet. Nou, zo net terug van Nebiel. Papier zit op de wc en zit te bellen en te schreeuwen. Maar ondertussen ben ik mijn puffood aan het eten. Ja, dit is gewoon kip met aardappels en groenten. Echt, ik hou echt van seasoned eten, maar kruiden zijn echt slecht voor je. Gaat je poep ook stinken en scheten en zo. Dus ja, het is maar even beter dat ik gewoon even gezond eet, weet je, zonder kruiden. En ja, vandaag gaan we Bilo's verjaardag vieren. Hey, echt zo naar Johnny Money. Die man komt gewoon met politiepak bij 1-0 in barst. Kijk hier. Wacht, kijken jullie dit? Wat? Oh, kan toch niet? Hij is wel... heb je wel echt scheid, hoor. Nee, maar eigenlijk heb je echt stalen ballen. Slechte voorbeeld, maar ja. Ik hou van Barbie. Barbie. Ik hou van Barbie. Ja, mijn wimpers zijn afgevlogen. We zijn met de hele familie in mijn oude kamer. Jee, mijn lievelingswashandje. Kijk hem. Is dat een eenhoorn? Ja, met brouw. Wow, cool. Oké, waar is mijn pyjama? Zo. Wat gaan we kijken dan? Nee, Dukkie. Kauwgom. We gaan... Oh, dit is leuk. Oh, dit is ook oké. Wally. Ja, heb ik ook. Kijk dit voor me. Met April en Angelique. Wat is het, schatje? Ja, mijn slordige kamer. Angelique heeft er weer een rotzooi van gemaakt. En ik? Ja, jij ook. Met de kinderen YouTube. Kauwgombal challenge. Ga je liever weg? Waarom? Omdat wij slapen. Jullie ontbijt, man. Angelique, kan je ontbijt maken? Als kan je niet zelf? Ik ga het proberen. Nee, laat dan maar. Nee, ik ga het proberen. Nee, hoeft niet hoor. Maar van proberen kun je leren. En dat zijn voor echt grappig. Ja, hè? Hey, het is echt koud. Wat? Het heeft net gesneeuwd. En ja, we bevriezen echt. We hebben een zielige kachel. Weet je hoe het voelt? Alsof ik in Alaska zit. Skihutje. In een skihutje, joh. Bij, hoe heet die pinguïn, April? Pingu. Pinguïn. Het verhaaltje over de pinguïn. Hoe heet die ook alweer? Want oma had het geen verlies. Wow. Oh, hoe heet die nou? Die in de igloo woont. Ja, in de... Even snuffelen. Dus je hebt gewoon een broodje met... Oh, ze krentenbol. Mm. Ah, lief hoor. Lief voor Daf. Ah, dankjewel. Ik ga je brownie even meekijken. Lekker krentenbolletje. Daf. Hij wil echt heel zag droog. Je Brownie wel meekijken? Je dikke geen zo omhoog. Hoe probeer ik je? Oeh, heren. Oh, kijk. Je leuke Brownie. Ah, schattig, hè? Vind je Brownie sneeuw leuk? Ja, ja, vind je leuk, hè? Ah, heb ik koud, hè? Nou, ik heb net voor de kids even tosties gemaakt. Dus die allemaal. Hé, hey, Madu.
En ja, ik heb dus van hier geslapen, maar in mijn oude kamer ligt echt kapot van stof. Dus ik ben gelijk weer verkouden geworden. En nu begrijp ik ook waarom ik altijd hier verkouden was. Omdat ja, die kamers zijn gewoon kapot koud. En ja, het heeft net gesneeuwd, dus sowieso echt koud. En het ligt veel stof en ik ben allergisch voor stof. Trouwens, shout-out naar LA Sisters voor de huispak. Want ik heb een kortingscode voor nu. Ik krijg voor mij 20 of 30% korting, weet niet precies. Hey, grote baby. Wist je nog toen Angelique een baby was? Nu is ze al zo groot, hè? En 15 februari word je al 6 jaar. Joehoe! Dit is mijn moeder, de swag. Wat je moeder draagt op die outfit? Ja, maar ik denk niet deze combi, want dit ziet er niet uit, maar... Zo, alsof Alaska ingaan. Nou, we gaan Alaska ingaan. Wait, kijk dit. Wat dan? Wow. Ja, iets. Wat? Ik weet niet hoe we dit gaan doen met de auto. Zo. Angelique, vind je de sneeuw leuk? Ja. Ik hou van sneeuw. Ja? Je hebt net een sneeuwengel gemaakt, waar is die? Nou, dat is, lijkt meer op een drol. Hier zijn achter het huis. Nou, we hebben nu April afgezet. We gaan nu content maken voor onze sieradenlijn. Fierce Jewelry. Het sneeuwt en het is echt moeilijk rijden. We zaten net ook vast in de sneeuw. En we rijden met zomerbanden. Ja. Dus we hebben onze winterbanden hebben we al geregeld. Maar we moeten nu nog een garage hebben die die winterbanden voor ons erop zet. Kijk naar die mensen. Ze gaan naar beneden geleiden. Wat leuk. Nou, hallo guys. We zijn net terug van... Angelique en April zijn nu video aan het maken in de sneeuw. Sneeuw. Ja, we zijn nu video aan het maken en ja, daarna gaan we slapen. Dus ik denk dat ik jullie morgen weer zie. Kijk, we hebben een hele set gebouwd. Het is de avondklok. Nou, hallo iedereen. Onze auto is helemaal ondergesneeuwd en de sneeuw is echt... kapot dik. Dus in plaats van het pakketje brengen met de auto, gaan we lekker lopen. Met Brownie. Wow. Ik denk dat dit probleem elke chickie wel heeft met de vriend. Wat? Waar is die make-up vlug? Ja, hier man. Waarom? Het meeste krijg je niet. Jawel, ik ga het voor je schoonmaken. Ik ga een nieuwe jas voor je halen. Dus die North Face Jacka is 400, weet ze. Cap. 380. Nou, we zijn helemaal naar PostNL gegaan. Het is gewoon gesloten door het weer. Ik wacht hier, ja? Ja. Dan hoef ik niet te lopen. Nou guys, we hebben een matras in de woonkamer gelegd voor Movie Nighty. Wist in de chocomelk. Oeh, jawel man. Met slagroom. Dat zijn echt snoepzakken. Snoepsmikkels. Jij bent geen die snoep eet nu. Ik ben op dieet, hè. Ik heb Brownie uitgelaten in de sneeuw. Was wel mooi nu, waaide het niet. Maar ja, ik denk dat ik jullie morgen weer zie. Because, ja, we gaan niks meer doen, gewoon movie night. Gaan we morgen een slee maken? Yo, er komt echt veel space. Oké, guys, een hele goede morgen. Ik heb mijn nachtbeugel in. Ik vind het echt niet lekker. Sorry hoor, ik moet altijd een beetje voor kok houden. Ga ik nu ook... Ik ga het uitdoen. Ochtendadem. Nou, ik ga nu Brownie uitlaten. Ik heb me vastgezet aan de deur, want anders vlucht hij naar boven. Dan gaat hij boven plassen en poepen. Even kijken, heb ik nog poep in mijn ogen? Nee. Nou, het sneeuwt nog steeds buiten. Ik ga altijd echt met mijn ochtendbek en een hele rare outfit. Kijk hier, oranje sokken. Neon groene schoenen. Ik ga altijd met full fully schijt naar buiten. Het
Vio is nog aan het slapen op het matras. Ik heb hem nog steeds niet naar boven gebracht. Ja, ik ga even mijn jas aandoen. En dan zie ik jullie zo buiten. Nou, gelukkig waait het niet meer. Dus het is eigenlijk best wel leuk in de sneeuw. Ik heb liever sneeuw dan zon. Want zeg maar, als het sneeuwt, dan zit mijn make-up altijd goed. Nou, vandaag, ja, ik heb een Valentijnskorting online gezet. Die geldt tot 14 januari, 4D20. Dan heb je 20% korting op alle producten op mijn webshop. Dus, ga dat zeker gebruiken. En bij orders boven de 30 euro krijg je gratis Big Drip lipgloss erbij. Dus straks ga ik even al die pakketjes inpakken. Huis opruimen, pakketjes brengen naar PostNL en dan is, ja, is mijn dag alweer voorbij en dan moet ik avondeten maken, weer afwassen. I don't need a toxic girl, I need a housewife. Oké dan. Nou, ik heb me nu opgemaakt, ik heb bijna alle pakketjes ingepakt. Ik moet wachten tot morgen, want morgen komen mijn grote doosjes binnen. Ik heb nu A5 doosjes, maar als iemand drie glosses of drie lashes besteld, past het er niet in. Dus ik heb nu A4 doosjes besteld. En ik heb ook nieuw vloeipapier. Ik heb dus een website waar doosjes heel erg goedkoop zijn. En ik wil ja, opgroeiende bedrijven heel erg graag helpen. Dus de website is twinpack.nl. Ik heb volgens mij 1000 doosjes besteld voor 80 euro. En als ik zeg maar kijk naar bijvoorbeeld de Staples, zijn doosjes inkopen echt kapot duur. Dus ik koop het gewoon daarin. Het is in Nederland. En ja, lekker goedkoop. Hé, hey, mijn make-up zit echt mooi vandaag, hè. Wow, ja. Oh. Weet je wat ik echt graag naartoe wil? Ik wil nu echt naar de Junior Supermarket, man. Ik ga ze bellen, want ik wil echt snoep halen daar. Ik ga ze even bellen, hoor. Duurt wel lang. Duurt te lang. Het duurt te lang. Goedemiddag, Junior Foodmaker. Hallo, met Vonneke. Yo, Vonneke. Yo, Vonneke. Ewa, gekke drerrie. Ewa, Zina. Ewa. Alles goed. Ga je komen? Ja, ik wou bellen, want ik heb dus echt, ik heb gewoon cravings. En ik wil echt graag nieuwe dingen halen. Want... Wat moet je hebben? Ik weet niet, man. Ik zag ook op de website dat jullie echt kapot veel nieuwe dingen hebben. Nou, ik ga nu met de zak van Sinterklaas even mijn pakketjes brengen. Ik heb nu eigenlijk alles van vandaag alleen gedaan. Gisteren had ik echt één kapot grote zak en toen moest ik lopen in de sneeuw. Ja, nu ga ik naar de Junior Supermarket om lekker snoep te halen. En ik heb ook echt honger, man. Maar ik was op dieet en het gaat gewoon weer helemaal fout. Ja, I'm sorry guys, maar... Ik moet gewoon consistent blijven en ik moet sowieso ook gewoon elke dag gymmen. Want als ik dan gym, dan denk ik van oeh, het is wel zonde zeg maar als ik dan snoep eet. Maar als ik één keer train en dan weer niet en dan weer wel, dan denk ik ook van ja. Oh shit. Mijn auto zit zo vaak vastgezeten in de sneeuw. Oké, jongens, ik wil ook iets met jullie bespreken. Namelijk mijn grootste nachtmerrie is uitgekomen. Nou, ik ben echt als de dood voor de tandarts. En ja, toen ik mijn tanden liet doen, dacht ik van... oh, wat een hel. Ik ging ook huilen bij die verdoving. En toen het klaar was, dacht ik van... eindelijk klaar. En ik hoef eventjes 30 jaar niet meer te komen. Maar nu is het moment aangebroken. Ik moet gewoon terug naar Turkije. En dat komt omdat... ja, mijn tanden die waren goed aangedrukt. Maar nadat ik mijn tanden had gedaan, zei ik ook van ja, er zit hier nog een klein stukje, echt een heel klein stukje hieronder. En boven deed het heel erg veel pijn als ik water dronk. Toen zei ze van ja, het moet nog even aangroeien, je, hoe heet dat? Je tandvlees en de tanden moeten nog eventjes wennen aan je mond. En ja, ik was naar tandartscontrole gegaan hier in Nederland. En die zeiden van ja... Je kronen sluiten niet goed aan op je eigen tand. En het enige wat ik dacht in mijn hoofd was fuck, 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 fuck. Toen zei hij van ja, je moet terug naar Turkije of sowieso voor controle. En om dingen te laten aanpassen. Toen dacht ik nee. En toen kwam het ergste nog. Ik heb ook twee gaatjes in mijn kiezen. Mijn kiezen heb ik natuurlijk niet gedaan, want die zie je niet. Maar dat zijn gewoon mijn eigen kiezen en er zitten twee gaatjes in.
Dus of ik moet kiezen, ik ga eerst naar Turkije en ik fix die kronen. En daarna ga ik mijn kiesjes laten vullen. Of ik ga eerst mijn kiezen vullen en daarna mijn tanden. Maar ik moet dan gewoon twee keer pijn lijden. En ik ben gewoon, toen ik het hoorde moest ik gewoon echt huilen. Ik dacht van nou, ik wil dit gewoon niet. Maar ja, het moet. Dus ja, ik denk dat ik eind deze maand ga boeken. Misschien wel eerder zelfs. Ik kijk er echt zo erg tegenop. Ik ben echt bang, hè. Dus ja, dat is echt mijn grootste nightmare. Maar nu ga ik lekker snoep eten en mijn kiezen nog meer kapot maken. Haha, ciao. Ah, we zijn er, we zijn er, we zijn er. Oké, we gaan door naar de augurk. Deze heb ik, maar ik vind die churros lekkerder. Maar nadat ik die heb gepromoot, is die gewoon uitverkocht. Nou, die tas is helemaal vol. Ik ga jullie straks laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Ja, nee. Ik ben voor deze poptaart gegaan. Chocolate churro. Gekke Japanse Fanta. Ik ga jullie straks laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Hey! Deze winkel zit in Amsterdam. Ik zit even die hete popcorn te eten. Dit is echt mijn fave. Ze zitten in Amsterdam. Ik zet hun website even in de beschrijving. Maar ze bezorgen ook. Dus je kan gewoon snoep bestellen. Ik zweer deze. Als je van pittig haalt, oh my god. Oké, ik ben net terug van de winkel. Ik ga met jullie even unboxen wat ik allemaal heb gehaald. Ik heb stiekem in de auto een paar dingen al gegeten. Naar de shit die ik al eerder had. Deze drinken. Die heb ik ook in blauw gehaald. Die heb ik wel ook al uitgedronken. Die was wel echt lekker hoor. Ja, deze heb ik net ook gegeten. Maar dit is M&M met filling met brownie. Die is echt kapot lekker. Nerd. Gewoon de normale, maar die kan je ook gewoon bij de plus halen trouwens. Fanta. Lychee-achtige Fanta. Maar het ziet echt troebel uit. Lijkt op cola kreekwater. Fanta met grape. Witte Reese. Dit lijkt me echt vies, man. Jellyfruit. Maar we gaan het uittesten. Ik denk om een snackje ga ik het testen. Jelly kaarsen. Die ruiken echt kapot lekker. Twix met Oreo erin. Deze was ook echt kapot lekker, die hadden we ook geproefd. Oh, dit ruikt wel lekker. Ik weet niet wat deze is, die heeft ze hem gewoon bijgedaan. Kit Kat ding. En dit vroegje ook gegeten is echt lekker M&M met witte chocola. Japanse Cheetos. Poptaart met chocolade churros smaak. Die ga ik zo proeven, want ik ben echt benieuwd naar die smaak. En sowieso, na de video moest ik gewoon nieuwe augurken halen. Dus ik heb ze in alle smaken gehaald. Hearty drip flavor. Oh, hearty dill flavor. Ik weet niet wat dat betekent. Garlic flavor. Oh, die ga ik ook testen nu. En oh, hot pickle. Dit is met hete saus. En nog twee Fanta's. Deze heb ik vorige keer ook genomen. Die vond ik ook echt lekker. Daarom heb ik die weer gehaald. En Fanta met appelsmaak.
Oké, ik ga nu de Pop-Tart proeven. Het koekje is een klein beetje droog, maar de filling is wel erg lekker. Als ik in het begin eet, is het echt heel droog. Maar daarna denk ik wel van, hij is wel echt spang. Okay, ik sta even in de keuken, omdat vorige keer toen ik die augurk ging proeven, kwam al dat sap eruit. Dus we gaan nu even boven de gootsteen eten. Oeh, die grijze sap. Oké, dit is met hete saus. Of je wel. Nee, valt wel mee hoe die is. Dat is wel echt lekker. Hallo guys, het is alweer avond en het is tijd om te koken voor mijn man. Wat ga ik maken? Hij wil graag aardappelpuree. Ik hou niet echt zoveel van aardappelpuree, maar if you want it, you want it. Met kogelbiefstuk. En ja, ik hou echt gewoon van lekkere eten, maar hij wil echt Hollandse potachtige dingen. Dus ik heb ook dit gehaald. Worteltjes met doperwtjes. En wat ik voor mezelf ga maken is, even kijken hoor. Ik heb het gisteren gehaald en het zag er echt lekker uit. Dit is pasta gevuld met mozzarella en paddenstoel. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat smaakt. En dat wil ik dan met roomsaus maken en garnaal. En garnaal heb ik hier. Dus voor dubbel koken vandaag. Dus dubbel zoveel afwas. Nou, ik zal jullie het eindresultaat laten zien. Ik ga nu even hard aan de bak. Want het is echt één grote pleurensaai. Leef alsof het je laatste dag is. Leef. En mijn zusje Angelique is 15 februari jarig. Ik heb dit voor haar gehaald. Want ze houdt van make-up. Kijk eens. De beste zus van de hele wereld. Nou, dit is het geworden. Ziet er wel schattig uit, hè? Ik vind biefstuk sowieso echt vies. Maar het ziet er wel echt cute uit. Bon appetit. Nou. En wat voor cijfer geef je het eten? Zag je eerlijk? Wat moest dat voor je stellen? Ik weet niet, man. Ik dacht, hé, wat de fuck is dit, man? Lekker op een muis, hoor. Gadverdamme, man. Ik kom de beste straat in. Oh, dat vind ik echt walgelijk. Ja, ik geef het hele gerecht een 8. Mm-hmm. Maar ik denk, als er meer knoflook was meegebakken met het biefstuk, met de kogelbiefstuk en meer kruiden had toegevoegd, dat het toch wat meer... Maar op biefstuk, ja, ik eet zelf geen biefstuk. Maar normale mensen eten biefstuk alleen met peper en zout. Ja, ik vind dat je wel een beetje kruiden en zo bij mag doen, hoor. Ja, meestal als ik kip maak, dan eet ik stiekem uit de pan, weet je. Dus dan denk ik, oh ja, dit en dat moet erbij. Maar ik eet dat niet, dus ja, pech. Ja, het is gewoon... Maar 8 is wel voldoende, weet je. Maar voor de volgende keer, meer kruiden. Misschien ook een beetje peper of zo. Is dat peper, hoor? Ja, ik proef echt niks, maar mag echt een dikke klodder modamische mint bij, hoor. Want, hè? Nou, bedankt. Mag wel een beetje branden. Nou, ik ben net live geweest op Defano's Live. Dus shout naar Defano. En ik ben nu late night snacks aan het maken voor mij en de video. Zodat we lekker film op de bank kunnen kijken. En dan is de dag weer voorbij. Ik ga jullie straks laten zien wat ik allemaal heb gemaakt. Dit keer is het geen salm met pitta. Hoe goed dat video het noemt. Het is nu, stokbroodjes met... Roomkaas en salm. En daarop ga ik een rucola doen. Oké, guys. Eerlijk, als ik een tapasbar was. Was klaar geweest. Nou, ik dacht, laten we even romantisch doen. Heb ik overal kaarsjes gezet. En dit is voor surprise. A little surprise. Als het afkomt. En dan gaan we Netflixen. Ik denk dat dit alweer het einde van de vlog is. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Of zal ik eerst even zijn reactie filmen? Ik ga zijn reactie eerst filmen. Daf!
Daf. Hij haat weg als ik hem zo roep. Brownie! Hi, mijn kindje! Niet mama's gezicht lukken. Je weet het, hè? Dit is mijn kleine baby Brownie. Mwah. Oh. Nou. Oh, wat lief zeg. Romantisch hoor. Ja. Geen pitter met zalm, hè? Dus dit vind je zo speciaal? Is het niet speciaal? Wauw. Mag wel eens toch, schat. Een paar. Nou, we zitten nu met heel de familie op de bank. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit een leuke video? Doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons. Ja, het is nu echt ons kanaal, toch? Op ons kanaal. Ja, want dankzij mij gaan de cijfers weer om. Oh, door jou. Door die kauwgomtanden. Door die kauwgomtanden. Nee, ik zie jullie later, guys. Tjallas.